spuug als een tong. En... Nee, ik heb echt het gevoel dat ik weg ga, hoor. Echt, echt. Dit. Nou ja. Kijk, bij de vorige stemming wist ik gewoon dat Ray wegging. Maar wanneer. Ik twijfel nooit heel erg over mezelf. Over weet je van waar ik eindig enzovoort. Hou je hem aan of doe je hem dadelijk uit? Ik doe hem zo meteen uit. Okay. Ik heb het koud. Anders zou ik je kraagje even goed doen. Nee. Oh, nee, echt niet. Kan echt niet. Wat? Dat je straks uittrekken. Ja, tuurlijk. Weet je dat panter daaronder ook heel, heel cool zou staan? Onder die, dat bloesje. Ja? Onder dit bloesje? Hoe meer kleuren en zo. Hoe ja, oké, dat is wel waar. Shit, is wel kleurrijk, ja. Hij zou ook hier een dikke gat moeten maken dat je dat bloesje ziet. Hartje. Ik ben ook zo moe. Zo moe ben ik nog nooit in mijn leven geweest als de laatste tijd. Ik was vandaag in de ochtend weer wakker. Ik kon mezelf weer niet in slaap krijgen. Maar ik die dag daarvoor dat ik mezelf wel in slaap kreeg. Weer dat ik wakker werd en dat ik weer ervoor zorgde dat ik in slaap viel. Maar dat komt echt gewoon puur omdat mijn hersenen begonnen te malen met Jordi. Er is echt nog gewoon een kans dat je naar huis kan gaan, want je weet niet wat Brennan doet. Ja, ik weet het weer nog steeds niet. Merel zei het ook. Weet je niet wat Brennan doet? Ik zeg nee. Maar wat gaat hij bij Merel doen dan? Huh? Merel, gaat ze bij jou? Ja. Ik bedoel, in de lijn der verwachting wel. Maar toen zei ze van, spreken jullie nooit als jullie gaan slapen? Zo. Ik zeg nou, ik ben lekker om 10 uur naar bed gegaan. Ik zeg, Brennan die heeft het wat later gemaakt. Wat ging Brennan naar bed dan? Weet je niet? Nee, geen idee. Ik werd er ook niet wakker van. Trouwens, ik werd er wel wakker van, maar ik ben weer in slaap gevallen toen. Nou, Shell, we staan ook lekker ver van elkaar af. Ja. Tering, hé. Nou, denk dat hij wat binnen naar jullie tuin komt. Oh. Zullen we aan de binnenkant staan? Welke kant wil je staan? Ja, we hebben beide een outfit. Je gaat niet die jas aan doen, toch? Nee. Nee, we hebben beide een outfit die eigenlijk zonlicht nodig heeft. Ik sta wel aan de meest schaduwkant. Maar volgens mij staan ze beide in de schaduw dus. Jullie staan aan de rechterkant. Aan die kant? Ja. Waar Dre ook stond? Nee, Dre stond helemaal links. Oh, ik zou wel links. Nou, maakt niet uit. Ik zei ook tegen Frenny toen we daar zaten. Ik ervaar nu een level stress. Wat gewoon niet normaal is en niet gezond. En ik heb dit nooit ervaren. En ik vind het echt heel erg naar. Maar ik denk pas bij de laatste stem. Al is die voor Shelly, al is die voor mij. Dat dan die stress gewoon meteen. De afval. Ja. Nee, ja, hij is even aan het puzzelen. Die meneer, ja, ik weet zijn naam niet. Ja, Edwin. Ik zie ons ook helemaal voor me dat wij later, als we echt helemaal oud zijn, dat we echt op zo'n bankje zo zitten in de speeltuin. Ja. En echt die kinderen heen en weer zien lopen en dat we zo zitten van godver. In een park. Ja, in een park, ja. Libellen. Amsterdam, de stad waar alles kan. Ik zit nu ook met mijn gedachten al dat ik mijn mobiel in mijn handen heb en dat ik echt in de appgroep zit van bitches, I'm back. Oh, heel gek dit allemaal. Nee, ik weet gewoon niet wat op me afkomt. Ik kan er ook niet... Incellen? Nee. Nee. Ik heb je mijn nummer gegeven, Shell. Ja. Mijn nummer komt via DM. Of je hebt nog snel pen en papier. Ja, we staan aan de binnenkant. Het zou wel... Ik weet niet, als je daar... Nee, ik ga het niet zeggen, dat kan je niet zeggen. Wat wil je zeggen? Dre weg, ik weg.
klopt wel of zo. De... Twee zusters. Ik heb daar eerlijk gezegd niks over gehoord. Als... Heb ik iets in mijn oog? Deze. Nee, ik zie het niet. Hoor, die kijk juist goed. In deze oog. Nee. Moet je voor iemand met je ogen rollen. Helpt meestal ook wel. Oh, doe je het? Ja, gewoon rollen met je ogen dicht en rollen. Weet je dat ik alleen maar die kant naartoe kan rollen? Dus alleen maar dit, maar niet. Dat dit voelt echt heel onnatuurlijk. Maar dit echt gewoon. Nou, Milena, laat je check alsjeblieft. Ik zei ze met z'n drieën. Ja. Dit voelt echt gewoon net weer toen als ik, dat ik binnenkwam, was ik ook stront nerveus. Ik ook, daarom was ik net een stuiterbal. God, wat was ik druk. En je ligt zo. Het is de jongen. Ik dacht misschien Barbie nog. Maar toen Shelly zei het is een jongen, dacht je toen al wel van, oh wacht. Ik denk wel dat het hier wel niet is. Ja. Want toen Mariska en Mitchell binnenkwamen, zei je toch van, ik had eigenlijk twee andere mensen gedacht. Ja. Hey. Ja. Het duurde even wat langer, schat. Maar I'm here. Ik werd mij toen ook verteld dat jij in de avond zat van, als je morgen komt, ik hoop dat je een leuk persoon bent en dit en dat en zo en zo. Nee, zei Alexander zei dat. En toen kreeg ik te horen van, het leek net of dat ze wist dat jij naar binnen zou komen. Ik, Ja, ze weet helemaal van niks hoor. Vond ik die van die witte mee? Ja, ik neem allemaal survivor dingen mee. Moet je van, dat is echt een herinnering. Ja, snap ik. Maar Shelly zit hier meer dan 15 maanden, hè? Ja. Dus dat kan je ook weer compenseren natuurlijk met... Nee, niet wat in de mail stond. Nee, maar met... als je 15 maanden, langer dan 15 maanden bent. Nee, langer dan 12 maanden krijg je iedere maand... Ja, dat weten ze. Ja. Volgens mij zit ik hier nu 17 maanden. Of 16 maanden. Ja. 4 oktober was je hier 15 maanden, dus dan 4 november ben je hier 16 maanden. Lekker, heerlijk. Ingrid. Dat is, dat is Ingrid, ja. God. Ingrid voor een kip. Ingrid. Ingrid. Nou. Misschien zeg je moeder ook wel, God, kan leren, wat doe je het lang? Oh, ik denk dat mama al... Als ik naar huis ga, is mama hier al. Ja? Ja. Of ze race hierheen. Kan ook nog. Hoe lang is ze eruit vanuit Den Haag? Etienne, hoe heet hij ook weer? Die jonge vriend van jou? Hoe heet hij ook weer? Twan. Oh, dat het je Etienne bedoelde. Zou wat zijn, hè? Dat hij vervolgens daar staat. Sally, ik heb 45 pollies van je. Maar dat is ook opgehouden, hè? Ja. Misschien mocht het niet meer. Nou, mensen spraken er best wel veel over. Dat is waar. Dat is wel waar. Ik voel dat je de meeste polities aan één persoon hebt kunnen... Maar ik vraag me af of dat al überhaupt ook is gestuurd. Ja. Oh. Zie Richard dan. Oh. Stil is. Hey, bekje houden. Pak aan. De kippen niet, ik weet niet. Kippen zijn zo... Je kan ze niet inschatten. Nee. Kip zo. Ja. Echt zo'n donse kont, die donkere. Zo'n dons kontje. Die donkere kip. Ik kan ook niet tegen hoe kippen bewegen, want ze bewegen niet vloeiend, maar ze bewegen heel erg... Spastisch. Ja, vogen.
Toen was ik met mijn kat en dan volgens zit hij zo met zijn klauwen. En ik, hoe heet hij ook al, Keesje hier, man? Luister, ga ik even optillen. Why it takes so long? Tell me why. Stel je voor dat ik had het gevoel dat er misschien een thuisachterban nog niet is gekomen of wat dan ook. Nou, stel je voor dat er eigenlijk een envelop dan komt met, hey jongens, twee keer in de week stemmen. Zijn jullie achterlijk of zo? Het is gewoon één keer in de week stemmen. Deze stemming is helemaal niks waard. Ja, denk ik niet. Zo, dat zou, nee, maar dat zou een mindfuck zijn, hè? Ik ben ook heel moe. Ik heb ook gesloopt. Ik zei ook tegen Brandon, doe waarbij je je goed voelt. Nee, volgens mij met iets gestaan praten. Ja. Ik zei tegen hem, doe waarbij je je goed voelt. Maar ik moest skypejanken. Zegt hij, oh, niet huilen. Ik zeg, stop. Is Hiska eigenlijk überhaupt al vandaag naar je toe gekomen, Michelle? Met je te praten. Zee, ik heb gisteren heel... Hiska daar, is mooi. Dat moet ze vaker doen, maar dat doet ze jammer genoeg niet. Nee, klopt. Ik zie die bondkontjes. Ja. Lekker, man. Is dat gewoon niet de anus? Van de kip? Kippie. Eentjes! Oh! Eentjes! Dit is waggel. Ja, god, hé. Kijk uit voor het voor de lint. God, oh god, oh god, oh god. Dan moet ik sowieso zeggen dat ik reflectie heel erg... Als je dat goed bij jezelf kan toepassen, dat het echt super belangrijk is. Ja. Dat je echt heel erg goed helpt om... Ja. Steeds beter... Goed, ja. We gaan beginnen. Kijk! Dat willen we horen. You go, girl. Yes. Jullie mogen allebei aan de buitenkant van de zuilen gaan staan. Aan de buitenkant, alsjeblieft. Ja. Brand nog. Ja. Dan zijn we al compleet. Wat heb je een mooie blouse aan, joh. Dank je. Milena heeft zich ik had hem gisteren binnen. Ja, ze ziet er echt heel mooi uit. Ze vond het wel gepast om hem vandaag aan te trekken. Ja, het is mooi. Alsjeblieft. Oh, ja, dankjewel, schat. Wachten we nog even op Brennen. Oh, daar gaat Brennen. Nou, waar is Dick? Nou, hij liep net met vuilniszak. Is dit het? Dus ik denk... Brennen alleen nog. Alleen nog. Ja. Oeh, die dingen zijn koud. Ja. Nou, ik ook. Bren! Nog even zenuwenplasje. Zenuwenplasje. Wat? Hè? Nee, dat is een surprise. Ik loop net hier naar buiten, stonden ze niet, toch? Jawel. Oh, jezus. Ja, kom dus spreken er maar op. Nou jongens, daar staan we dan weer. Tweede keer deze week. Is een unicum in Utopia. Twee keer nominaties in één week. Vandaag zullen we beslissen wie er van de twee, Shelly of Jordi, naar huis zal gaan. Iedereen heeft één amulet. En jullie mogen deze keer positief stemmen op de persoon waarvan jullie denken dat die nog in Utopia mag blijven. Ik wens jullie heel veel succes en Mirja mag beginnen. Oh, fantastisch. Hier? Ik zou denk ik... Daar, of jij ja, hier, doe maar hier. Ja, het is staan via de zijkant. Ja, hier toch? Ja, ik vond het deze keer
Shell, ik hoop als je blijft dat je jezelf laat zien zoals je bent. En dus ook gewoon de kwetsbare Shell, wat we net ook zagen. Want ik denk, wat ik al eerder heb gezegd, dat je in essentie echt een hele lieve meid bent. En je hebt jezelf een houding aangemeten met daarvoor je eigen redenen. En dat is natuurlijk ook prima. Ben ik het eens met die houding? Nee, absoluut niet. Maar goed, dat zou mijn keuze zijn. En daarnaast hoop ik dat je dan gewoon jezelf bent. Zodat je, als je uiteindelijk wel of niet gaat, je wel als echte Shelly naar buiten kan. Jor, ja, ik zou het nogal hypocriet van mezelf vinden om Shelly gisteren 3 stemmen te geven en vandaag een positieve stem. En dat is de reden waarom ik ervoor heb gekozen om een positieve stem op Jordi te geven. Ja, dat is het. Goed verhaal meer. Geen idee wat ik moet zeggen. Nou, nooit zo slecht om te horen. Ja, daar staan we dan. Ja, wat ga ik erover zeggen? Met name de laatste dagen heb ik heel erg veel verhalen gehoord over hoe je in het begin was. Zorgzaam, belangrijk voor de groep. Op verschillende vlakken, zowel sociaal, met het eten, met geld verdienen. Eigenlijk alle facetten die ik belangrijk vind. Ik heb het niet echt meegemaakt. Ik kan me ergens vaag nog wel herinneren in het begin. Wil je harder praten? Ik kan me ergens vaak herinneren in het begin dat ik toch nog wel dingen heb meegemaakt waarbij ik het idee had dat je een andere Shelly bent en dat je op dit moment... We hebben heel veel issues met elkaar gehad. Het is ook de reden dat ik gisteren op je gestemd heb. Het is ook dezelfde reden dat ik nu mijn positieve stem aan Jordi ga geven. Maar mocht je wel blijven... aan de hand van de verhalen die ik heb gehoord, dan is het goed om het af te sluiten, vind ik tenminste, zoals je het ook begonnen bent. En misschien dat dat dan iets is voor jezelf om over na te denken. Ik weet niet, gisteren zag het er nog naar uit dat je niet ging blijven. Op dit moment is alles weer open. Gaan we het meemaken? Yes. Er staan hier 2 mensen die heel dichtbij me staan. Jordi, ik hou van je. Je was buiten al dierbaar. Je weet wat ik ga doen. En Shell, ik heb voor jou iets opgeschreven. 5 maanden geleden liep ik Utopia binnen. We liepen met tranen in onze ogen op elkaar af. Heel bizar. Heel apart. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vond het heel erg bijzonder. We trokken veel naar elkaar toe. En er kwam een afstand. Maar we kwamen altijd wel weer naar elkaar toe. We hebben veel leuke momenten samen beleefd. Het eerste weekend dat ik hier was, hadden we samen iets te veel gedronken. Maar we hadden het leuk en daar ging het om. Het openen van het tropical swimming pool. Het bubbelen in het jacuzzi. Het binnenhalen van mijn kind. Wat was ik je dankbaar. Dat er gisteren een grote woordenwisseling was gevallen tussen ons, heeft me heel erg geraakt. Maar Shelly, ondanks dat, zit je zo diep bij me. Ik zou ontzettend graag willen dat je blijft en tot de laatste in die finale beland. Want daar hoor jij. 16 maanden Utopia. Je bent een groot verdiener en had altijd leuke ideeën voor Utopia. Daarom hoor jij in die finale. Ja. Gisteren 3 stemmen op jou gegeven, Jordi. Met de beredenering van... Je bent hier kort. Je hebt hier iets heel moois neergezet. Dat heb je hartstikke goed gedaan. En daar heb ik gisteren ook een gesprek met je over gehad. En daar mag je ontzettend trots op zijn. Shelly. Ik heb veel met je meegemaakt hier.
ondanks dat het allemaal niet fantastisch is gelopen, gun ik je wel om verder te komen in de finale. Dus mijn positieve stem gaat naar jou. En sorry Jordi, het is niet anders, maar ik gun iemand die net wat langer in Utopia heeft ook een langer verblijf. Shell, gisteren heb ik denk ik al genoeg tegen je gezegd. Mijn positieve stem gaat uit naar Jordi. Dankjewel, schat. Ja, ik denk dat die niet heel verrassend zou zijn. Ik heb je gisteren 3 stemmen gegeven en Shell, ik heb tegen je gezegd. En ik vind dat je nog meer blijft. Alsjeblieft, schatje. Nou jongens, spannend. Yes, Bren. Of jullie. Yes, moet ik pas? Ja. Goed. Stem. Nou ja, Jordi. Ik heb al gisteren al dingen tegen je gezegd die op mijn hart liggen hoe ik erover denk. Heel persoonlijk denk ik dat je blijft. En ik wil je ook echt weer nogmaals heel veel succes wensen. En ik denk dat je je tijd supergoed gaat benutten. En knallen we weer. Laat gewoon zien waar jij voor staat in Utopia. En dat is echt perfect. Dus succes. Shell, tegen jou wil ik nog een aantal dingen zeggen. Ik vind je topper. En jij maakt keuzes hier waar ik soms niet achter sta. Of wat ik heel lastig vind. En ik heb je altijd proberen op het goede pad neer te zetten. Omdat ik jou een mooi mens vind. Ik heb je hier binnen zien komen als vlindertje die hier dacht, wat een mooi leven. Ik ga hier knippen, ik ga mezelf ontwikkelen. En ik heb een heel groot hart en ik volg mijn hart altijd. Dat is heel vaak gekwetst door allerlei mensen. Waarom heb jij een keuze gemaakt dat niemand jou kapot zou kunnen maken en dat je overal maar doorheen kon banjeren als een grote bulldozer? Ik had daar niet voor gekozen, want ik ken jouw kwetsbare kant en die vind ik mooi. Maar jij maakt andere keuzes. En ik heb altijd gezegd, een mens kun je niet maken zoals jij wil hebben, zoals ik hem zou willen hebben. Maar ik heb wel altijd proberen achter je te staan en je erop te willen wijzen hoe je in elkaar zit. En wat de beste keuzes daarin zit. Jij hebt daar je eigen keuzes en jouw manier heb je Utopia gemaakt. Waarschijnlijk gaat het vandaag je kop kosten. Maar ik vind dat je trots die poort uit moet lopen. Want je hebt overal voor gevechten. Je hebt je familie soms niet achter je hebben staan. Je hebt het hier soms knijter moeilijk gehad. Maar je hebt altijd je eigen keuzes gemaakt. En voor jezelf gestaan. En daar kun je hartstikke trots op zijn. Want zijn dat soms de verkeerde keuzes voor een ander die dat anders ziet. Jij hebt daarvoor gestaan. En daar mag je bijzonder trots op zijn. Ga het daar buiten maken. Je wil graag actrice worden. Ik gun het je van harte. En maak de mensen trots op je. En je moeder zal altijd trots op je zijn. Dat is voor jou. Ik heb hier 2 mensen voor me staan die allebei het platform hebben gebruikt op een manier waarvan zij dachten dat het de beste keuze was, de beste manier was. En ik denk dat jullie allebei, als jullie jezelf in de spiegel aankijken, inderdaad trots mogen zijn op wat jullie hier hebben gedaan. En de ene keuze, ja, dat is je eigen keuze. Mijn keuze gaat naar Jordi. Ik vind hoe jij de afgelopen 3 maanden hebt lopen vlammen, daar heb ik heel veel respect voor. En ik hoop dat je de laatste weken... op diezelfde manier zal benutten. Ja. Hier was ik al bang voor. De beslissende keuze. Ja. Ik heb met jullie allebei gesproken. Waar ik in eerste instantie zei, joh, ik ga voor jou. Man, wat heb jij het hier goed gedaan, hè? Echt, oprecht jongens, applaus voor deze jongen. Hoe die zich in heeft gezet voor zijn community, je werklust. Je komt binnen als een fashion icon. Je staat me gewoon te helpen met de gym. Ik ben trots op je, Jordi. Dat meen ik oprecht. Shell, ik heb respect voor je. 16 maanden lang heb je het hier echt niet makkelijk gehad. En als ik je zo zie, zo richting de poort, ga je met een tranentrein verlaten. Heel veel
afwegen. Ik voel me een beetje vrouw justitie. Ik had het al met Ger erover. Waarin ik een keuze moet gaan maken wie er blijft. Ja. Jor, ik ben super trots op je. En je bent echt een baatje. Ik ben trots op je. Maar om jou nog een keer zo te zien afdalen, omdat jij en ik weten, jullie gaat de finale niet halen. Mensen kijken naar hoe lang je zit, niet naar wat je hebt gedaan. Gaan we een keuze naar Shell. Ik hoop dat jij als een trotse pauw trein gaat verlaten. Gefeliciteerd, meid. Weet je. Gefeliciteerd, meid. Echt waar. Ik zei het je meent echt waar. Als je me even terugstaan, schat. Dan kan Milijn het afmaken en kan ik mijn spullen pakken. Sorry, lieverd, ik moet het afmaken. Sorry. Lex, kan je er nog even bij komen, alsjeblieft? Oké. Okay. Jeetje, heftig. Ik had het niet verwacht. 4 stemmen voor Jordi, positief. En 5 stemmen voor Shelly, positief. Dat betekent dat Shelly mag blijven. En dat betekent, Jordi, jij mag je kist pakken. En neem daar je tijd voor. Maar jij zal de poort moeten verlaten. Ja. Ik ben een topper. Weet ik goed. Goed zeg. Ja. Ik had eerlijk gezegd dit wel een beetje aangevoeld. Ik zat een paar uur geleden in de silo. Ik zei tegen Merel: Merel, ik denk dat ik naar huis ga. Maar waarom? Ik heb een gesprek gehad met Brandon. En ik denk eerlijk dat het zo gaat voortvloeien dat Brandon voor Shelly gaat kiezen. En ja, mijn gevoel had, ik had gelijk. Ik heb niet heel vaak gelijk, maar dat is wel mooi dat ik een keer gelijk heb. Wat ik hier heb neergezet, ik ben echt oprecht waar zo fucking trots op mezelf. Ik kom van een niet hele makkelijke plek vandaan en ik heb de keuze genomen om naar Utopia te gaan, ook om mijn leven te veranderen. En dat heb ik zeer zeker gedaan. Ik ben gaan sporten. Huh? Wat? Ben gaan bouwen. Ik had nog nooit gedacht dat ik überhaupt een hamertje zou vasthouden. Ja, misschien een plankje even vasthouden nadat ik weer ga eten of zo. Ik heb een heel mooi evenement samen met Merel kunnen neerzetten. Het Love's Love Festival. Waar het gewoon niet uitmaakt wie of wat je bent. Maar je bent er gewoon en je mag er zijn. En ik heb echt waar iedere dag geprobeerd om dit platform te gebruiken. En ik ben zo trots op mezelf. En ik wens jullie heel veel succes. Allemaal richting de finale. Ik hoop echt oprecht dat jullie het nog allemaal een beetje netjes voor elkaar houden. Dat er wijze keuzes worden gemaakt. En dat er niet wordt gekeken naar hoe lang je hier bent, maar wat heb je gedaan voor Utopia. Mijn bijdrage in Utopia is inderdaad minder dan bijvoorbeeld iemand anders hier. Omdat ik misschien niet de eerste steen hier heb gelegd. Maar dat was ook niet mijn planning, want ik had eerst een opleiding die ik moest afmaken, jongens. Studie voorop voor het reality televisieprogramma en alles op en aan. Ik heb mijn spullen gisteravond allemaal in kratjes gedouwd. Ik ga die daar neerleggen. En daarna roep ik jullie nog even bij elkaar om bij de poort te staan. En Gerrit, als je een poly wilt, dat mag zeer zeker. Yes, dit is het. Zet hem al buiten, man. Ja, is goed, schat. Ik dacht maar, dat schat, ik mag niet zo weg. Ik ben voor je, Douwet, hoor je me? Mm-hmm. Komt wel goed. Komt wel goed. Strijder. Pak even je jas hier. Zo, ik had er niet zin in komen, schat. Nee, ik ook niet. Nee. Ik dacht ook, ja. Maar je verdient het. Jeetje. Ja, die staat er nog. Nou, je best doen, hè. Een soort met van tweede kans. Ik
ik ben alleen maar dit heb je allemaal uitgedaan. Nee, maar alleen maar één keer mee voor je. Al die kasten. Allemaal. Ik moet even gedag zeggen. Oh god, Brendan. Niet huilen, niet huilen. Lei? Niet huilen. Eén ding als mama. Je mama en papa zijn trots op. Ja, dat weet ik. Nee, ik weet als ik zo meteen in die golfkar zit, dat mijn moeder gewoon trots op me is. Ik zie buiten spelen. Nou, topper. Oh, Scott. Echt bedankt keer op keer voor de lovende woorden. Ah, echt, echt, je woorden die raak mij keer op keer, meid, echt waar. Oké, graag gedaan. Oké, graag gedaan. Echt. Gefeliciteerd, schat. Dankjewel.